Coronianen hebben vandaag de hoofdweg in het district gebarricadeerd. Zij zijn ontevreden over zaken als de vuilophaal die niet aangepakt worden in het district. De weg is rond 6:30 in de ochtend gebarricadeerd. Districtscommissaris Michael Winter, die zich in de stad bevond, keerde bij het horen van het nieuws direct terug naar Coroni. Hij geeft aan dat na 1:00 middags de situatie in het district gunstiger was. Hij heeft de actievoerenden toegesproken en enkele van hun eisen ingewilligd. Ze hadden een paar eisen, die zijn intussen ingewilligd. Niet allemaal, want alles aan jongen zit ze direct. Maar voor de wegen betreft, heb ik ondersteuning gekregen van Baitali, van Oyerschoonverzet bedrijf. En van de ondernemer die schelp nu richting Totnes vervoert. Ze hadden ook een punt vuil ophalen en we zijn letterlijk achter met betaling. De ondernemer was een maand gestopt met vuil ophalen. Ik heb daarin met hem gesproken en we zijn ervoor gelegen gekomen dat hij morgen of overmorgen weer begint met vuil ophalen. Waren er nog andere eisen? Heel wat eisen hadden ze, maar die kunnen we niet direct. Maar ze hadden eentje van, er is pas een nieuwe coördinatieteam bij OWI en ze vonden van Coronia en dan kunnen ze het zelf doen, want er komen twee mensen vanuit Nikeri en in Coronia en ze vonden van Coronia en dan kunnen ze het zelf doen. Winter geeft aan dat hij samen met de actievoerders middels dialoog naar een oplossing voor de problemen heeft gezocht. Voor zaken waarop de DC niet gelijk kon ingaan, zullen er gesprekken met de actievoerders worden gevoerd om samen tot een werkbare oplossing te komen. Ik heb een groep uitgenodigd, want ze hebben me gezegd van ze hebben geen leiders. Allemaal naar leider. En dat was het even, was echt even rommelig, want dan wisten niet met wie je eigenlijk moest praten. Begrijp je? Maar intussen heb ik met een x-aantal van ze kunnen praten. En ik heb ze ook uitgenodigd met mee die morgenochtend als ze kunnen komen om te kijken hoe we gezamenlijk bepaalde problemen kunnen oplossen. Want bepaalde problemen zijn geen grote problemen, maar overgrootste wat men vraagt, dan moet je geld hebben. En als je geen geld hebt, dan kan je bepaalde dingen niet doen. Begrijp je? Dus ik wil met ze praten. Ik heb ze ook gezegd van we blijven praten. Intussen heb ik mijn civiel technische dienst al in place gebracht. Dus we gaan vandaag nog werken. Ik kreeg ondersteuning van Baitali, van Oyerschoon van het ondernemer in het Kopenhagengebied wat Schelp betreft. Dus we gaan alvast beginnen met de wiegen vandaag. De Oost-West-verbinding bij Coroni werd weer opengesteld om 11:45. De Rus is volgens deze winter teruggekeerd in Coroni. Ook in Brokopondo hebben bewoners uit ontevredenheid de wegen naar Balingsula en Nieuw Koffiekamp gebarricadeerd.